Goedenavond. Welkom bij onze webinar die de diëtistenzadelijk inhoudelijk gaan behandelen. Ik ben Angelique van Helm, ik ben ergotherapeut bij Medinello. En omdat ik zelf als ergotherapeut erg bezig ben met, met de praktische kant van de therapie, dus hoe pas je het toe in het dagelijks leven, kwam bij mij steeds vaker de vraag van hoe doe ik dat dan met voeding? En ik kan daar praktisch over meedenken, maar niet qua inhoud. Dus nu hebben we de diëtistes gevraagd om daar de webinar over te gaan geven. Er is in de mail aangegeven dat de vragen na afloop kunnen worden gesteld, maar we hebben niet een hele grote groep. Dus wat ons betreft, als jullie tussendoor een handje opsteken via het scherm, dan staat bovenaan een lachend popje met een handje erbij. Als jullie daar even op klikken of eventueel via de chat vragen stellen, dan gaan we proberen om het heel interactief te maken. We zullen dadelijk een presentatie gaan delen nadat ze zich hebben voorgesteld, de dames. En dan kunnen we na elke sheet gaan we heel even interactief voor vragen, voor duidelijkheid of aanvullingen. Of als jullie willen weten van hoe maak ik dit nu in mijn dagelijks leven praktisch, dan steek je hand op of doe heel even een vraag via de chat. Dan ga ik het woord overgeven aan... Hi, ik ben Laura Willhorst. Ik ben sinds 20 jaar diëtist. Altijd in de thuiszorg eerste lijn gewerkt. En mijn motto is, je moet je leven lang lekker kunnen blijven eten. Dus van daaruit ook heel veel praktische adviezen over groepen, over productsoortes. De taboes er een beetje uithalen en mensen vooral helpen bij hun doelen om blij het leven door te gaan met dus lekker eten. Ik ben Tamara van Riet, diëtist in opleiding bij Diëtisten Midden-Nederland. Ik heb veel samengewerkt al met cliënten. En vooral gezonde voeding is een veelbesproken onderwerp. Dus vandaar dat we deze presentatie ook willen geven. Heel lief. Nou, jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel vanuit de media de schijf van 5. Daar is al jaren veel te doen. Hij verandert al continu, dat is een beetje lastig. Wat er niet lastig aan is, is dat de veranderingen wel continu gewoon met kleine beetjes zijn, waardoor het haalbaar blijft om ook gewoon gezond en lekker te kunnen blijven eten. De laatste richtlijn is van 2015. Dat is de volgende sheet. Toen was nogal in de media dat opeens kaas eruit werd gehaald. Nou, prompt is kaas weer terug. Dus het blijft een handleiding om gezond te blijven eten, maar zeker niet een verplichting voor iedereen om zich daaraan te houden. Wij zijn als diëtist vooral bezig om te kijken wat heb je nodig in welke situatie en waar voel je goed bij en wat lukt wel en wat lukt zeker niet. Ook vanwege smaak en voorkeur natuurlijk. Er staat ook op dat inderdaad niet alleen maar naar de producten worden gekeken, maar zeker naar de voedingsstoffen. Mensen zijn heel vaak vegetarisch, veganistisch. Heel veel dieetjes komen in het nieuws. Denk aan glutenvrij, laag in de koolhydraten. Opeens zijn eiwitten niet meer gezond. Dus wij proberen jullie in deze webinar een klein beetje helderheid te geven in het bos. Waardoor jullie gewoon de goede keuzes kunnen maken, gezond kunnen blijven en lekker kunnen blijven eten. Ik ben zelf wel heel benieuwd wat de verwachting is van de mensen die deelnemen. Dus misschien zijn er mensen die iets in de chat willen schrijven over wat hun heeft bewogen om vanavond mee te kijken. Of wat in ieder geval de verwachting is van deze webinar. Dan kunnen we kijken of dat we de webinar ook een beetje op die manier vorm kunnen geven. Dus als er ideeën zijn of verwachtingen, dan... Steek of je hand even op of deel het even in de chat. Ja? Ja. Nou, er zijn dus... Ik zie nog geen dingen in de chat, klopt dat? Nee. Geen vragen, geen handjes. Nee.
Het idee achter die schijf van 5 is dat je het overgrote deel van je voeding dus eigenlijk haalt met producten uit die schijf. En dan is er een klein gedeelte gereserveerd voor andere dingen. Wat je dus wel moet doen, dat staat in deze slide beschreven. Eet dagelijks tenminste 200 gram groenten en tenminste 200 gram fruit. Eet dagelijks tenminste 3 sneetjes bruinbrood, volkorenbrood of andere volkorenproducten. Wekelijks peulvruchten. Eet tenminste 15 gram ongezouten noten per dag. Enkele porties zuivel per dag. De volgende slide. Ja, en nog 2 van de volgende, dan wil ik hem even evalueren. En er komen wat vragen binnen. Dus ja, dat is ja. 1 keer per week vis en drink dagelijks 3 koppen thee. Maar dat zou natuurlijk ook gewoon water kunnen zijn. Als je dus op basis van deze punten je dag een beetje invult qua voeding, dan kom je aan de voedingsstoffen die je nodig hebt om je lichaam goed te voeden. Kan je door? Ja. Wil je nu even liggen? Nee, ik wil wel even terug in die groene. Ja. En even de vragen beantwoorden. Ja, ik heb 2 vragen zie ik voorbij komen over voeding bij chronische pijn. Een vraag of als je niet tegen noten kunt. En hoeveel een portie zuivel is. En voeding bij chronische pijn en stress en overgang. Nu hebben wij in de voorbereiding er ook over gesproken. Dat wanneer dat mensen bij ons het traject doen en bezig zijn met spieropbouw, spierversterking, ontspanning. Van nou, wat zijn daarin ondersteunende voedingsmiddelen. Dus dat gaan we in ieder geval meenemen, neem ik aan. En mocht dat niet voldoende zijn, of mocht er aanvullende vragen toch nog komen, of mocht je het je tussendoor bedenken, zet het mij in de chat en dan hou ik het in de gaten dat de vragen worden meegenomen. Ja, ik zit even te kijken, daar zegt iemand, ik ben wel bij een diëtist geweest en benieuwd wat er aanvullende informatie is. Op zich voor chronische pijn op zich niet. Omdat bij alle ziektebeelden is er eerst sprake van dat je je lijf gewoon goed moet voeden. En dat is vaak al een vak apart. Omdat men gewoon niet meer goed weet wat nou een normaal en gezond eten is. Dus wij gaan als diëtisten bij iedere hulpvraag terug naar de basis. En terug naar het goede gezonde eten. Het goed redden overdag. En met name dus in het kader van wat Aislik al zegt, chronische pijn met spierbehoud, dat je ook de eiwitten verhoogt. Dus dat wordt ook in die schijven 5 erin meegenomen. Het is wel zo dat iemand met chronische pijn, CQ, meer spiermassa wil gaan opbouwen, die vaak hoger in de eiwitbehoefte zit dan iemand zeg maar, die dat niet doet. Iemand die zeg maar, gewoon nergens last van heeft, die heeft in principe minder eiwitdroog dan iemand die echt aan de slag gaat met spieropbouw. Nog een vraagje over stress en overgang. Bij stress geldt eigenlijk hetzelfde en overgang ook. Alleen bij overgang heb je natuurlijk te maken met de kilo's die je er gratis bij krijgt. Omdat je hormoonhuishouding in de war raakt. Ook daar zijn dieetadviezen voor opgesteld. Dus als iemand daar interesse in heeft, dan kan ik daar natuurlijk al na deze webinar of op een moment deze week even contact mee opnemen. Wat is een portie zuivel? Ja, dat is vaak iets van 150 tot 200 milliliter per dag of per portie. Ja, dus een glas melk of een kommetje yoghurt, dat zijn de porties. En is er nog een voedingsadvies bij stress? Of dat iets qua voeding stressverhogend is of stressverlagend? Is dat bekend? Ja, maar in principe stress, koffie is cafeïne en dat soort peppende stoffen zijn natuurlijk niet heel handig als je daar gevoelig voor bent. Dan zou je bijvoorbeeld een koffie, een decafé kunnen gebruiken. Maar in principe zijn er niet heel veel producten die je met stress bijvoorbeeld zou meer of minder moeten eten. Niet buiten de huidige beschreven. Het is wel zo, bij stress zie je vaak dat je geneigd bent om bepaalde voeding te kiezen. Snel is bewerkt voedsel, hè? Dus de snacks en dergelijke. Dus dat kan een extra uitdaging zijn. Ja, er komt ook nog een vraag binnen van, maar goed voeden als je geen energie hebt om te koken. Dat is wat ik in de praktijk ontzettend veel hoor. Ja, klopt, wij ook.
Zeker ook bij de long-covid-patiënten, die ook inderdaad van een energiepercentage van 100 naar bijvoorbeeld 20% zijn gehaald op een dag. Dan moet je dus of beter voorbereiden de warme maaltijd. Die zou je bijvoorbeeld ook in andere facetten kunnen doen. In plaats van dat je echt je apenvlees en groenten gaat maken, dan maak je gebruik van bijvoorbeeld vaker een sneetje brood. Overschotels, je kan ook bijvoorbeeld rauwe groentes eten, die zijn natuurlijk snel klaar. De uitbron als vlees kan je ook bijvoorbeeld zeggen, ik doe iets van vis uit een blikje als je het zoutgehalte mag. Je kan vaak een ei koken of bakken. Dus gezond eten hoeft niet per se heel veel tijd te kosten. En in de voorbereiding hebben wij ook gesproken over het gebruik van potjes en blikjes en diepvriesgroenten als in de zin van tijdbesparing en energiebesparing. Ja. Misschien kun je daar nog iets over vertellen? Zometeen komt ook in een van de schermen voor dat je bijvoorbeeld beter kan kiezen voor verse groentes, vers fruit. Dat is natuurlijk wel altijd voorradig, maar je hebt altijd te maken met seizoensgroenten en fruit. En daarbij ook nog eens een keer met het kostenplaatje van bijvoorbeeld het rode fruit wat nu goed voorhanden is. En in de winter heb je vaak een mandarijn en andersom niet. Je kan er altijd gewoon fruit uit diepvries halen. Alle supermarkten hebben gewoon heel veel diepvriesfruit varianten op voorraad. Die kan je in yoghurt doen of je kan hem in een shake doen of een smoothie als je dat fijner vindt als je weinig energie hebt. En hoe zit dat met betrekking tot het avondeten? Ja, groentes kan je inderdaad, als je een pot of een blikje haalt waar natuurlijk veel zout in zit als conserveermiddel, dan zou je dus het pot of de blik in het vergiet kunnen leeggooien, goed met water spoelen en dan vervolgens met het gewone water uit de kraan opwarmen. Dan zit je al veel lager in je zoutgehalte. Maar goed, denk ook eens aan bijvoorbeeld een verse salade. De meeste supermarkten hebben ook gewoon sla in de koeling liggen. Zakken. Je kan daar vaak iets van peulvruchten bij doen, hè? Iets van groene bonen. Je kan er vis bij doen, je kan er een eitje bij koken en een sneetje brood. Dat zijn niet hoogstandjes qua maaltijdbereiding, maar wel gewoon heel volwaardig en prima om dat als avondmaaltijd te gebruiken. Oké, dan is er nog één vraag. Is poederkoffie gefilterde koffie of niet? Ja, in principe wel. Alleen, ik weet niet waar de vraag voor is. Is dat voor het cholesterol of is dat voor de cafeïne of is het voor de calorieën? Maria, kun jij in de chat nog heel even reageren op de vraag van Laura? En dan stel ik voor dat we in de tussentijd heel even doorgaan en dan misschien dat... Ja, cholesterol, ja. Nee, koffie is rijk aan twee vetstoffen, de cafestol en de caveol. En dat zit inderdaad in de koffieboon. Gefilterde koffie is dan altijd vrij van deze stoffen, aangezien die dus in het filter achterblijven. De Nespresso hoort daarbij. Oploskoffie hoort er ook bij, maar dus niet zeg maar de Turkse koffie of als je naar een koffiewinkel gaat waar ze zeg maar de verse koffie maken met zo'n kliksysteem waar de water erin geperst wordt. Hè, daar zit geen filter tussen, waardoor die stoffen dus wel in het kopje komen, waardoor dus dat cholesterol verhogend zou kunnen zijn. Oké. Okay. Helder genoeg, Maria? Anders hoor ik het wel. Zullen we heel even doorgaan? En dan blijven we gewoon dit soort vragen die tussentijd komen... Dankjewel, Maria. Ja. Dan blijven we dit soort vragen die tussendoor komen, blijven we gewoon beantwoorden. Dus als je iets te binnen ziet, dan horen we het graag. We zijn net dus door de groene productgroepen heen gegaan. Heb je categorie, ja, dat is zeg maar oranje, als je een stoplichtsysteem zou hanteren. Vervang geraffineerde graanproducten door volkoren producten. Dus dat is bijvoorbeeld je witte pasta of de witte rijst, hè, snelkookrijst, om daar een zilvervliesrijst van te maken. Dus dat zijn die graanproducten. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat is vooral dat daar alle voedingsstoffen nog in zitten. Die zijn dan nog, of die worden weer terug toegevoegd. Maar dan denk je aan vezels, maar ook bepaalde vitamines en mineralen die dus in die vezels dan zitten. Die anders weggehaald worden. Dus soms dan laten ze het intact en soms dan halen ze het er eerst uit en stoppen ze het daarna weer terug. Mm-hmm.
Maar dat is het, ja, vooral de vezels, wat belangrijk is voor de stoelgang vooral. Okay. Denk er ook aan dat als je bijvoorbeeld witte pasta gebruikt, het heeft net zoveel koolhydraten en calorieën als een volkoren pasta. Datzelfde geldt voor je brood en bruinbrood, alleen door die vezel. Ik verteert het langzamer, waardoor je dus eerder verzadigd raakt. En bovendien hou je door die vezel je darmsysteem gezond. Wat uiteindelijk weer, gezonde darmen zijn eigenlijk wel gewoon je hele immuunsysteem. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waarom je dus de volkorenproducten moet eten. Dus je eet er minder van en je blijft gezonder, zowel voor je darmfunctie. En als ik dan denk aan de mensen die bij ons onder behandeling zijn, dus mensen met chronische pijn, hoe zou dat voor hun positief kunnen uitwerken om eigenlijk je witte voedingsmiddelen te gaan vervangen door volkoren voedingsmiddelen? Ja, het ligt een beetje aan wat je naast de chronische pijn hebt. Hè? Mensen met chronische pijn hebben vaak ook last van darmen, omdat je ook niet zoveel kan bewegen, waardoor de boel wat indut, zeg maar. Dus actieve darmen zijn ook gewoon actief voor je weerstand. Laie darmen, daar word je ook echt wel gewoon moe van. Je verteert niet goed, je hebt slechte ontlasting, vaak diarreeklachten, ook bijkomende klachten als bijvoorbeeld obstipatie, gasvorming. Dus je kan het beste gewoon de volkorenproducten gebruiken, waardoor je darmen gezonder zijn, waardoor je weerstand ook veel beter wordt. En je energieniveau. Ja. Opname wordt beter. Ik zou dan nog toevoegen dat doordat je er beter door gevuld raakt, heb je er ook minder van nodig. Mm-hmm. Dus het lijkt mij, zeg maar, dat je dus als je weinig energie hebt bijvoorbeeld, als je dan een volkorenproduct pakt, dan het is dezelfde handeling, maar je haalt daar meer uit. En is er nog een goed volkorenproduct of een minder goed volkorenproduct? Moet je dan nog ergens op letten als ik een brood ga kopen? Moet ik dan nog kijken naar de hoeveelheid vezels in het brood? Of? Nee, het belangrijkste is dat er volkoren op staat. Okay. Dat een beschermd etiket aanduiding is. Oké. En het liefst ook de gewone broodvarianten en niet de meer granen, crackers of andere ontbijtgranen, crackers. Die leveren vaak heel veel suiker, wat ook niet heel handig is voor je energieniveau. En bovendien levert ook geen jodium. En jodium is een belangrijk mineraal wat onze schildklier heel hard nodig heeft om de motor te laten branden. Dus brood is wel het grootste voorkeursproduct als het gaat om de volkoren, ontbijtgranen. En hoeveel brood moet je per dag eten om die jodium dan... Ja, voor de jodium is in principe 3 snijbrood per dag belangrijk. En ook wel een aantal keren per week vis eten. Dat is ook je jodium houdend. Ook een ei bevat jodium bijvoorbeeld. Voor de vezels moet je officieel wel 6-7 snijbrood per dag eten. Dat redt daar niemand. Dus je kan ook op andere manieren je vezels binnenkrijgen. Bijvoorbeeld lijmzaad toevoegen aan yoghurt of kwark. Of haverzemelen en groente en fruit. Maar voor de jodiumbehoefte is in principe 3 sneetjes per dag is dat wel genoeg. Oké. Ik meen dat in grof volkorenbrood ook relatief meer eiwit zit. Klopt dat? Nee, in principe niet. Er zitten wel meer eiwitten in koolhydraatarm brood. En dus als men een afvalwens heeft en men gaat minder koolhydraten nemen en een zakje brood halen, dan zit er inderdaad wel meer eiwitten in. Omdat je natuurlijk, je hebt een product wat lekker moet zijn, een bepaalde eenheid heeft. Als je product A eruit haalt, dan moet je B er weer aan toevoegen. Dus vandaar dat ze koolhydraten eruit halen, eiwitten toevoegen. Maar over het algemeen is het vrij gelijkwaardig als het gaat om koolhydraten, eiwitten en vetten. En jodium? Ook. Alle sneeën brood die in Europa worden gemaakt, dat is een Europese afspraak geworden dat alle bakkers gejodeerd zout toevoegen aan dat brood. En de jodium hoeft dan niet toegevoegd te worden aan de crackers of aan beschuit of aan pistoletjes en bolletjes. Dus dat mag, wordt ook wel steeds vaker gedaan gelukkig, alleen het hoeft dus officieel nog niet. En misschien nemen de mensen deel die liever geen brood eten, door welke reden dan ook? Wat zou daar dan een vervanger voor zijn? Ja. Nou, mensen die minder brood eten, adviseren wij sowieso om dan een multivitamine te gebruiken waar jodium in zit. Je kan ook kelp gebruiken, dat is ook jodium. Of andere zeewieren, zeewiersalade bij je sushi. Verse vis eten is ook vaak wel jodiumhoudend. Ja. Schalen, schelpdieren. Ja. Ei hoort erbij. Of gewoon jozozout, hè? In plaats van gewoon zout. Dat is jozozout is dat gejodeerde zout. Wat je dus als keukenzoutpotje in je kast neer kan zetten. En als je dat gebruikt
Als je geen brood eet, als je dat gebruikt in combinatie bijvoorbeeld met kelp. Dan heb je echt wel genoeg. Oké, Er komt nog een vraag. Oh, sorry. Nee, ja, we zijn het okay. Er komt nog een vraag. Ben de lijntaart gebroken of heel? Ja, het liefst gebroken. Omdat als een darm er in problemen zit, dan is de functie niet goed. En als dan die lijnzaadkolom nog dicht is, dan is de optie tot het opnemen van vocht. Want dat is natuurlijk de functie van lijnzaad. Om je ontlasting dus wat zachter te maken, dat is het moeilijker. Dus het liefst gewoon de gebroken lijnzaad. En ik adviseer altijd 1-2 eetlepels, afgestreken eetlepels per portie yoghurt of kwark. En is dat prima als je die gebroken koopt? Of is het een aanbeveling om het te malen net voordat je het gebruikt? Je kan het gewoon zelf kopen. En iedere supermarkt heeft tegenwoordig gebroken lijnzaad in het assortiment zitten. Ja, oké. Okay. Moet ik deze nog laten staan? Of, We hadden nog boters. Gebruik vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën. Dat heeft vooral te maken met de samenstelling van de vetten en de risico's die die oliën of vetten geven op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. En dan heb je nog vervang ongefilterde koffie door gefilterde koffie. En daar hadden we het natuurlijk net al even over. Dat gaat dan vooral om de cholesterol, wat daar dus in zit. En kun je voorbeelden geven van 9? Voorbeelden van vloeibaar bak- en braadvet. Dat hebben ze ook, denk ik, in alle supermarkten. Hè? Dat is de flesjes die in de koeling staan. En dat is dan dus in plaats van bijvoorbeeld roomboter, hè? Zo'n pakje roomboter... bedoelen ze daar dus mee om dat te vervangen? Ja, dus vast vervangen door vloeibaar. Alle boters die zeg maar in de koelkast hard worden, die zijn ongeschikt omdat er veel stollend vet in zit, hè, transvet. En transvet is slecht voor ons cholesterol, wat dan weer onze bloedvaten kan laten dichtslibben. Het soort vet maakt niet uit in die zin dat je kan de Lidl vloeibare boter pakken, maar je mag ook voor de B-cel gaan. De verschillen tussen ook de voedingswaarde uit die boter zijn niet zo heel groot. De B-cel die promoot vooral het goede vet vanwege dat mensen dus minder hart- en vaatziekten krijgen. Maar als je de boter van Lidl naast houdt, zul je weinig verschillen ontdekken. Terwijl die vele malen goedkoper is, omdat ze niet zoveel reclame maken en dan dus goedkoper blijven. Hetzelfde geldt ook voor de boter op brood. Je kan gewoon een kuipje pakken met halfine of margarine. Overal in alle boter zit toegevoegde vitamine A en D, gewoon de gezonde vetten. Alleen dan zal de Blue Band weer promoten, waar we weer extra... vitamine is erin gedaan voor de kinderen. Maar als die kinderen gewoon goed en gevarieerd eten, hebben ze die vitamine sowieso al binnen en hoeft niet uit de boter dat te krijgen. Oké, okay, en het bakken in olijfolie, milde olijfolie, want ik heb begrepen dat die, ik weet niet hoe je het uitspreekt, met die extra vierge olijfolie. Ja. Die moet je echt niet verwarmen. Milde olijfolie, zonnebloemolie, wat wat... Kan ook wel argineolie worden. Ik vind koolzaadolie zelf heel prettig, omdat daar geen smaak aan zit. Ja. En die kan je ook hoog verhitten zonder dat de vetten dus veranderen van samenstelling. En dat is dus een beetje het probleem met de olijfolie. Als je die heel heet maakt, dan verandert de samenstelling van de vetzuren technisch. Dat is zonde van de olijfolie, want... normaal gesproken is die heel erg gezond. En ook heel, ja, inderdaad. En als je olie te ver verhit, dan komen er natuurlijk die pakstaaien. Dat zijn die kankerverwekkende stoffen waar je eigenlijk niks mee te maken wilt hebben. Ja. Ik lees nog even een stukje. Inderdaad, B-cel is een goede vanging. Ja, dat klopt. B-cel is vanuit prima product. Ik vind altijd, je moet gewoon het product pakken wat je gewoon het fijnst vindt om mee te bakken. En wat je ook het lekkerst gewoon vindt om je eten in klaar te maken. In olie zit geen vitamine D, dat klopt. Daar zit vitamine E in. Dus in de vloeibare boters en boter op brood krijg je weer A en D. Die belangrijk zijn voor je ogen, tanden, nagels en botten. En de E is weer uit de olie. Dus wij zeggen, je kan het ook gewoon tegelijk gebruiken of afwisselen. Je bedoelt tegelijk in de pan doen? Ja. Ah. Kijk, als je olie in de pan gooit, dan wordt inderdaad de boel veel heter. Waardoor je dus misschien weer eerder iets kan laten aanbakken. Ik gooi er vaak een beetje vloeibare boter bij om ook weer jus te maken. Maar waardoor je dus wel gewoon een heel gezond geheel krijgt. Ik heb ook ooit begrepen dat het een minder spetter effect geeft. Klopt. Wat er dus ook voor zorgt dat je minder hoeft schoon te maken. Wat ook weer energie besparend is. Ja, en ook minder pijn in je handen. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zie geen vragen meer. Zal ik hem doorklikken? Ja. Ja? Ja. Ja, we komen nu bij categorie rood aan. En dat zijn dan, wat kun je beter niet doen?
Nou, de eerste beperkte consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees. Rood vlees, we weten dat dat de kans op darmkanker kan verhogen. Dus daarom het advies om dat te beperken. Maar het is niet slecht om af en toe rood vlees te nemen. Want er zitten wel gewoon, er zit bijvoorbeeld veel ijzer in rood vlees, maar en ook veel eiwitten. Dus het is niet zo dat je nooit rood vlees kan eten, maar probeer dat te beperken. En wat is beperken? Hoe vaak is dan... Ja, ik zou zeggen 1 keer per week. Ja. Ja. Oké. Okay. Als je sowieso je vleesconsumptie voor de warme maaltijd verdeelt, dan zou je ook vaker ei kunnen eten in plaats van vlees. Je kan vis eten in plaats van vlees. Je kan bulvruchten eten in plaats van vlees. Dus ik denk dat als je rood vlees eet, dat je misschien 1 of 2 weken zal uitkomen. Okay. Maar het ligt net aan de voorkeuren die je hebt. En ja. We zeggen ook al tegen onze cliënten, garantie tot de deur, al eet je nooit rood vlees. Er zijn zoveel factoren waar je iets van kan krijgen, dat je in onze optiek gewoon moet variëren, lekker moet eten en moet gaan bekijken hoeveel eet ik ervan. Hè? Ja. Als je elke 2 weken een heel groot stuk biefstuk eet van 250 of 300 gram... Ja, maar dan ben je ook niet heel erg gezond bezig. Maar eet je elke week een onsje. Ja, laat je lekker doen. En ik hoor je vaak benoemen ei. Ben ik nog een beetje van de tijd, zeg maar, dat werd gezegd, niet te veel eieren eten. Ja, cholesterol. Ja, precies. Ja, en wat is daar je idee? Kijk, in principe wordt er geadviseerd om niet vaker dan 3-4 eieren per week te eten naast je eiwitinname bij de warme maaltijd. Een ei is inderdaad, een dooier is inderdaad een cholesterolrijk, dus daar moet je niet te veel van binnenkrijgen. Maar het eiwit is een tegenhanger die, zeg maar, die dooier weer teniet doet voor je cholesterolgehalte. Als je ei eet in plaats van vlees, zit je sowieso veel lager in je vet, veel lager in je zout. Terwijl je even hoog uitkomt in je eiwitten. Dus een ei is gewoon een hele goede vervanger om vlees, wat natuurlijk zwaarder verteerbaar is en heel veel verzadigd vet ook levert, om daar dan een keuze in te maken. Ei is bovendien heel makkelijk, want je kan het koken, bakken, poffen, portioneren. Ik gooi hem ook eens op mijn zelfgemaakte pizza. Ei? Ja, je kan ei echt... Oké. Je kan ei echt overal bij gebruiken. Het is gewoon een heel gezond product. Maar je moet dus niet 4 eieren in de week eten. En nog eens een keer iedere avond hompen vlees. Dik brood leggen als vleeswaren op brood doen. Dat zijn dus de keuzes die je zou kunnen maken om daar dan de verandering in aan te brengen. Oké, dus je zou, als ik het nu goed begrijp, elke avond een ei kunnen eten als je er maar geen vlees bij eet. Ja, klopt. Ah, oké. Ja. Ja. Oké. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken. Dan krijg je natuurlijk in de supermarkt de optie om alles light te kopen. Daar zitten natuurlijk wel weer zoetstoffen aan toegevoegd. En dat zie ik hier nog eventjes niet, maar volgens mij geldt hetzelfde advies, hè? Beperk van zoetstofhoudende dranken. In principe gebeurt er niks als je zoetstof binnenkrijgt, maar alles waar te voor staat, dat is dan niet goed. Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe groot je glazen zijn. Alcohol zijn in principe loze calorieën. Het verstoort ook gewoon de balans in je lichaam. Dus vandaar het advies om dat echt wat niet te doen of te beperken. Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag. En als je wat bewerkte voedingsmiddelen neemt, dan ga je daar gauw overheen. Sowieso zit er natuurlijk aan brood al zout toegevoegd. En heel veel producten hebben toegevoegd zout. Dus het is wel... Denk aan de kant-en-klaar sausjes en de pasta dingen en de groenten uit potten en blik. Denk ook aan kaas en vleeswaren die je op je brood doet. Echt heel veel dingen die we eten zijn verrijkt met zout. Ja. Als conserveermiddel, ook als smaakmaker. Ja. Dan nog, het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig. En dan gaan we uit van de gemiddelde persoon die dus kan eten volgens de schijf van 5. Maar het is natuurlijk wel mogelijk dat als je bijvoorbeeld geen vlees eet, dan heb je misschien wel behoefte aan wat meer vitamine B12 die je uit die vleesproducten zou krijgen. Dus dan verandert dat advies.
En dan is het ook goed om langs te gaan bij een diëtist om dat te bespreken, zodat je ook het juiste supplement kan kiezen. Om te voorkomen dat je bijvoorbeeld heel veel van een bepaalde stof binnenkrijgt. Vraag van Jacqueline is: wat is gezonder, keukenzout of zeezout? In principe keukenzout, omdat daar dus het jodium aan toegevoegd is, mits je dus wel de jozo neemt. Het gaat echt om het jodiumgehalte wat in zout is toegevoegd, wat voor het lijf gezonder is. Verder, als je jodium op orde is, je eet genoeg brood, vis en dat soort zaken, dan kan je ook gewoon zeezout nemen. Dat is gewoon weer de voorkeur die iemand heeft. Zout levert altijd gewoon een bepaalde hoeveelheid natrium. En dat is bepalend voor die maximaal 6 gram zout op een dag. Een volgende vraag van Reni is: heb je geen vitamine D nodig als je ouder dan 50 bent? Grappig, dat is allemaal dezelfde vraag. Ja, vitamine D tekort, dat is natuurlijk, dat komt ook veel voor. Ik adviseer eigenlijk bijna altijd wel om inderdaad vitamine D bij te slikken. Maar dan stel je eerst de vraag van: hoe vaak komt iemand buiten? En wat doet die persoon dan buiten? Dus ja, is het nodig? Je kan natuurlijk ook kijken naar hoeveel boter iemand gebruikt, hè, want daar zit vitamine D aan toegevoegd. Maar inderdaad is vitamine D, zeker in Nederland, is dat een vitamine die wel vaak nodig is. En dan weet ik dat je, als je kijkt in bepaalde drogisterijen, dat er echt 3 soorten vitamine D wordt aangeboden, 25 milligram, 75 milligram. Wat zou een adequate hoeveelheid zijn? Want die etiketten lezen is voor veel mensen moeilijk, zoveel milligram. Ja, sowieso wordt vitamine D3 beter opgenomen dan vitamine D2. Maar ik weet de hoeveelheid niet uit mijn hoofd. Wij moeten allemaal 10 microgram per dag binnenkrijgen. En volwassenen boven de 55, dacht ik. Kinderen onder de 4, zwangere vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond. Die hebben dan zeg maar per dag 20 microgram nodig. Meer hoeft ook niet, ondanks dat vitamine D wat bijdraagt aan een goede calciumopname, dus voor je botten, tanden en nagels, kan een overdosering van vitamine D juist weer een botontkalking veroorzaken. Dus ga niet denken, met name met de corona, dat men dacht dat vitamine D preventief tegen de corona was. Dan ga je dus juist te veel toedienen, waardoor je dus de risico's op lange termijn erger maakt dan dat je bijvoorbeeld corona zou krijgen. Dus gewoon 10 of 20 microgram per dag is echt meer dan genoeg. Dus als je een potje vast hebt en er staat op 25 milligram? Nee, het gaat per 10 of 20. Oké. Ja. Ik heb nog niet 25 gezien. Maar okay. Die 25 hoeft in principe niet. Nee. Oké. Als je gewoon gezond kan eten en drinken, buiten komt, dan zou 10 voldoende moeten zijn. En dan voor de groepen die meer nodig hebben, zou ik de 20 pakken. En hoe geldt dat voor B12, voor de mensen die geen vlees eten? Ja, bij 12 los is het wel duur, dus dan adviseren we altijd om een B-complex te nemen. Okay. En dan gaan we ook weer van de reguliere doseringen van zeg maar 100% per stuk. En niet wat sommige bijvoorbeeld natuurgeneeskundigen of homeopaten adviseren. Met name de B6 en de B12 zijn echt wel toxisch als je ze met hoge doseringen inneemt. Hè. Denk dan bijvoorbeeld aan 1000% in plaats van 100%. Mm-hmm. Die veroorzaken juist neurologische klachten, waardoor die chronische pijn dus erger zou kunnen worden. Mm. Ja. Ik lees even iets over de capsules en tabletten. Vitamine D. Oh, ik moet even teruglezen. Vitamine D, 10 tot 25 microgram per dag. Ja. Er is iemand met veel kennis ook in huis, geloof ik. En vitamine D, altijd vloeibaar, capsules innemen. Tabletten worden heel slecht opgenomen. Ja, is mij niet bekend. Wij adviseren gewoon altijd om bij de apotheek supplementen te halen. Want die hebben de meeste verstand van welke je dan het beste kan kiezen qua opneembaarheid. Ik lees ook een stukje over een tekort van D vooral bij ouderen. Wij merken in de praktijk dat ook de jongvolwassenen en eigenlijk alle leeftijdsgroepen een te lage D-vitamine hebben. Omdat ze geen vis meer eten, geen boter op brood. Kinderen komen niet meer buiten, ze dan alleen maar te gamen binnen. Dus eigenlijk in alle lagen, alle leeftijden komt een D-tekort voor. En ook echt wel ernstig soms. En wij merken dat bijvoorbeeld dat mensen neerslachtig zijn of moe. En dan vragen we altijd heel snel aan de huisarts: joh, prik hem even mee. Mm. En dan vaak blijkt die echt wel tekort te zijn.
Ja. Wat je niet altijd met tabletten kan oplossen. Dus dan krijgen ze een harder, een effectiever middel via de huisarts en kunnen daarna met supplementen thuis doorgaan. Ik lees hier dat Linda die geeft aan dat 25 microgram die bestaat. Ah, prachtig. Nou, weet ik ook weer wat. Oké. Ja. Zullen we door naar de volgende sheet? Willen jullie die nog? Oké. Ja, die hoeft dan niet. De volgende weer. En dan staan al die producten op. Hoe gaan we daarin? Oh. Het filmpje hoeft niet. Deze? Of nog weer? Ja, nou, deze kan op zich wel. Hè. Groente en fruit is altijd goed. Volkoren brood is altijd goed. Of je het nou bij de Lidl haalt of bij de bakker. De prijs heeft in principe geen invloed op het soort product. Alleen het is wel zo dat de volkoren pasta van de Lidl vaak alleen maar uit het meel, deeg, tar bestaat en water. En dan zal de luxe pasta van een van dat merk met dat gele... Bertoli? Ja, daar zitten eiwitten bij. Dus die is luxer gemaakt. Ja. Maar die is niet gezonder. Het gaat om het volkoren product waar zeg maar de voedingswaarden in zitten. Ja, hetzelfde geldt ook voor vlees. Wat ik al zei, je kan ook echt wel een speklapje eten of een slavink. Alleen eet er één en geen twee. Ik heb liever dat iemand gewoon één keer per week een slavink eet, een speklapje eet of lekker spekjes zoals andijvie kiept. Dan dat je heel braaf biefstuk eet en mager vlees, wat eigenlijk geen voorkeur heeft, waardoor het de kwaliteit van leven minder wordt. Nou, melkproducten geldt eigenlijk hetzelfde voor. De witte producten zijn wel de voorkeur, dus gewoon normale melk, karnemelk. Maar pak in plaats van een mager yoghurt, pak een halfvolle yoghurt of pak skeer. Pak 0% of 2% Griekse yoghurt. Kijk naar het product wat je aanstaat, waardoor je lekkerder eet. In plaats van dat je het advies magerst. Opvolgt, waardoor het allemaal nieuw zo lekker is. En je kan dan beter ook gewoon een product kiezen wat je lekker vindt, waar geen suiker aan toegevoegd is, dan dat je naar die 0% vet gaat waar alleen maar extra toevoegingen aan zijn gedaan. En suiker, ja, dat is ook een onderwerp wat bij mij regelmatig aan de tafel boven komt, waar mensen zoekende in zijn. Ja. Omdat suiker in zoveel verschillende namen op de etiket komt staan. Ja. Wat kunnen jullie mensen daarin meegeven? Ja. Suiker is suiker. Dat levert gewoon calorieën. Suiker wordt ook wel... op de etiket staat vaak koolhydraten, waarvan suiker. En dan is eigenlijk... Dat suikertje wordt bij het koolhydraten, omdat het eindproduct altijd glucose is. En glucose is het energiebommetje voor ons lijf. Wat in je bloed... getransporteerd wordt. Honing is ook een suiker. Het is wel een natuurproduct, maar toch levert het net zoveel calorieën per gram als rietsuiker of bietsuiker of gewoon een normale kristalsuiker. Agave-siroop wordt ook vaak gebruikt, is ook omgangssuiker. Zit in je brein verankerd. Dus als iemand suikerverslaafd is, dan heb je echt wel 3 maanden nodig om dat lijf een beetje te ontzoeten. Eigenlijk moet je worden geherprogrammeerd in je brein. Nou, dat zijn de meeste mensen die bij ons komen, die worden daar al helemaal in meegenomen in dat herprogrammeren of reconditioneren van je brein. Mm-hmm. Wat ik me nog heel even bedacht over suiker, is of het gebruik van veel suiker in je voeding, dus in voorbewerkte producten, pakjes, zakjes enzovoorts, of dat nog van invloed is op het energieniveau van mensen. Ja, men denkt, ik krijg veel energie van. Het is ook echt wel letterlijk energie. Alleen het lijf wordt er moe van. Om suiker te transporteren als energiebron, moet ons lijf insuline maken. Dat is een hormoon via de alvleesklier. Bij mensen met overgewicht bijvoorbeeld, of met een dikke buik, die hebben zeg maar een soort van vet... stofwisselingsstoornis, dan is het verteren van suiker nog moeilijker en dan moet het lijf nog harder werken om die suikers in alle cellen te krijgen. En nog meer hormonen aanmaken om die suikers te transporteren. Dus in principe is hoe minder suiker, hoe beter. En we merken ook echt wel in de praktijk dat als ik mensen dan toch nog met een x-periode van de suikers afkrijg, of minder, af hoeft natuurlijk niet, dat ze zich echt wel binnen een paar weken veel energieker voelen. Ja, energieniveau wordt wat stabieler.
Ja. Het wordt stabieler. Ja. Ja. Oké. Okay. Suiker is natuurlijk ook een beetje een verslaving, hè? Omdat als je dan iets hebt gegeten met veel suikers, dan gaat je bloedsuiker omhoog. Vervolgens krijg je naar beneden en dan moet je weer suiker eten. Althans, dat gevoel krijg je dan. Ik zie een vraag van Reen. Het gaat over, ik ben een slechte groenteeter. Ja. Wat ik vaak adviseer is, als je warme groentes niet fijn vindt, ga dan op de rauwe varianten over. Denk dan bijvoorbeeld aan paprika, komkommer, tomaat, wortel, radijs. Nee. Zei je iets, Jacqueline, of ging het ergens anders over? Nee, alle groentes mogen. Dus of je ze nou uit de diepvries haalt, mag ik even opwarmt. Of dat je ze vers haalt. Koud mag, warm mag. Pureren is minder gunstig omdat je aan de vezels kapot klopt. Dus het zou minder handig zijn voor de goede stoelgang. Maar ook dan is de voedingswaarde, tenzij het echt heel lang pureert, nog wel intact. En groenteburgers, of misschien, ik weet niet of het te maken heeft met de groentebeleving of smaak. Of stel, die gaat spaghetti saus maken en je pureert dat. Nee, want zolang als groente te lang kapot gemaakt wordt, bijvoorbeeld ook in de soep of in de saus, dan verlies je alle nutriënten. Hè? Dan verlies je je kalium en je vitamine C en je vezels. Oké, okay, dus bij het gebruik van een staafmixer of een foodprocessor of niet? Ja, dan is de groente, nee, de voedingswaarde is eigenlijk allemaal teniet gedaan. Ja. Okay. Nog één vraagje van Maria. Is kunstmatige zoetstof even slaafd als suiker? Ja. Ons brein onderscheidt wel het verschil tussen echt suiker en nepsuiker. Alleen onze tong niet. Hè? Dus als wij iets drinken waar suiker in zit, dan krijgt ons brein een seintje en er komt zoet aan. Onze alvleesklier krijgt een seintje, maak maar insuline, want de zoetigheid moet worden getransporteerd als energiebron. Datzelfde circus wordt opgestart als je zoetstof neemt, omdat dat zoet proeft. Dus je belooft continu je lijf suikers. Of het nou is uit een colaatje light of uit iets anders waar zeg maar zoetstof hebt. Bijvoorbeeld Optimal of Crystal Clear, waar veel mensen gebruik van maken. Dan wordt het hele circus opgestart met de aanmaak van insuline. De insuline gaat suiker zoeken. En het is er niet, terwijl je het wel beloofd hebt. Dus dan gaat jouw lijf vragen om suiker. En het eerste wat wij doen als mensen met overgewicht bij ons op de spreker komen, dan ga ik zoetstof afbouwen. En je eetlust wordt dan weer kleiner, omdat die zoetigheid dat lijf continu op scherp houden. Er komt suiker aan, maar het is er niet. Ik hoor ook wel eens dat mensen juist suiker of bepaalde stoffen innemen om energie te krijgen. Je hoort de Red Bulls, de cola, ja. de koffie, wakker blijven, suiker. Ja, dextrootjes. Ja. Ja. Het is natuurlijk afhankelijk van het doel. Heb je het op een bepaald moment nodig om tot je volgende maaltijd, zeg maar, hè, omdat je naar huis moet en je voelt je wat flauw, dan is het natuurlijk een heel geschikte manier om je energie eventjes op te peppen. Een snelle suiker. Ja. Of voor het sporten, hè, als je dan voor het sporten je koolhydraten bijvoorbeeld, dan ga je ze met het sporten gebruiken. Mm. Oké. Okay. Groente pureren. Oh, goed kauwen is ook belangrijk, ja, zie ik. Ja. Groente pureren, hoe zit dat met groente blenderen voor een smoothie? Is het toch heel gezond of niet? Ja, dan kom je eigenlijk uit in het gezond en geschikt verhaal. Groente is belangrijk voor de voedingsstoffen en voor de vezels. Alles wat je blendert, dan maak je die vezel kapot, waardoor het voor je darmen in ieder geval geen meerwaarde meer heeft. Wij zeggen altijd zoveel mogelijk kauwen. Dat staat ook inderdaad in de chat. Omdat bij het kauwen activeer je al je hele darmstelsel. In je mond heb je al amylase. Dat zetmeel verteert. En vervolgens wordt alles opgestart en geactiveerd van binnen. Als je een smoothie maakt, dan drink je iets waardoor zeg maar, de inhoud al heel snel in je maag beland is. Zonder dat die maag ook in de gaten heeft dat er al wat in zit. Ons brein moet continu het sein krijgen dat er wat gebeurt in het hele maag-darmstelsel. En bij smoothies gebeurt dat veel minder goed. Een smoothie blijft goed vanwege de voedingsstoffen. Maar minder geschikt voor mensen met bijvoorbeeld dat die geen verzadigingsgevoel hebben. Of dat er geen vezels meer in zitten. Dat ze dus misschien te veel en te snel eten. Wat bijvoorbeeld ook weer voor het overgewicht ten nadele komt. Dus het is heel erg afhankelijk. Het is lastig.
wanneer het goed en weer geschikt is. Voor mij is het prima. Ik heb nergens last van. Ik kan smoothies gebruiken. Maar voor iemand anders misschien niet geschikt. En wat is het verschil? Want net hadden we het over het pureren of de staafmixer. Die dan de voedingswaarde naar beneden haalt, als ik het goed begreep. Ja, staafmixer is net zo niet geschikt als een blender. Maar ja. Pureren, dan blijf je gewoon wel... Hè, dan maak je het niet stuk. Dan ja. Maak je het gewoon compacter en zachter. Ja, dus het gaat om het behoud van de vezels die ja. In de voedingsstoffen of die in de voeding zit. Klopt. Ja, ja. Oké. Okay. Helder. Volgende? Volgende, denk ik. Ja. Ja, wat is dan dus je doel, hè, op een dag qua voeding? Dat is dus vooral uit de schijf van 5 eten, omdat je daarmee je lichaam voedt. Elke dag uit elk vak de juiste hoeveelheden eten. Maar het lijkt me niet het doel om dat elke dag precies uit te gaan wegen. En daarom hebben ze binnen voor die schijf van 5 ook gewoon hoeveelheden gepakt. Om uit te leggen hoeveel je dan zou moeten eten. Variëren binnen de verschillende groepen. Hè? Dus verschillende soorten groenten, verschillende soorten fruit. Maar ook een keer pasta, een keer aardappel, een keer rijst. Milieuvriendelijker en duurzamer. Dat was wel iets waar ze bij de nieuwe schijf van 5 op gelet hebben. En dan zie je dus ook dat er minder vlees wordt geadviseerd dan voorheen. Een beperkt eten van producten buiten de schijf. En volgens mij is die categorie ook nieuw in deze vernieuwde schijf van 5. Ja, denk aan alcohol. Wordt niet genoemd in de schijf van 5. Is wel een product dat veel al wordt ingenomen. Ook die nemen we altijd mee in de adviezen. Als je gewoon alcohol te drinken, het kan ook je kwaliteit van leven vergroten. Dus we gaan niet zeggen, nou mevrouwtje, u mag geen wijn drinken. Nee. Terwijl een wijntje bij sommige mensen ook juist ontspannend kan werken. Het is natuurlijk een sociaal middel, maar we gaan er niet alcohol in de schijven 5 adviseren. Nee. De volgende, denk ik. We hebben toevallig deze week gezien of gelezen dat het minder vlees eten niet bewust is gecommuniceerd als zijnde een voedingsadvies. Maar het is dus inderdaad wel in de schijf van 5 meegenomen, waar het niet zo wordt gecommuniceerd eigenlijk. Ja, dat hebben ze niet zo uitvergroot aan het publiek gebracht, omdat het niet zo'n populair advies is. Ja. En het advies is dus maximaal 500 gram vlees per week. Ja. En dan, dat is dus inclusief hè, kipfilet op brood, smeerworst, dus dat is allemaal inclusief. Mm-hmm. Ja, dus zou je gemiddeld per dag aan 75 gram, nou dat is natuurlijk wel een klein stukje kipfilet eigenlijk, hè? Oké. Dus wat eet je nog buiten de schijf van 5? Nou, niet te veel en niet te vaak. Kleine porties, dus in plaats van dat glas alcohol helemaal vol zit, een wat kleinere portie. Niet te veel zout, suiker en verzadigd vet. En daar zijn allemaal afkap hoeveelheden voor. En dan zou je, als je dan bijvoorbeeld je boodschappen gaat doen, dan zou je op alle etiketten moeten gaan kijken wat er dan precies aan toegevoegd is. Dat lijkt me nogal tijdrovende bezigheid. Dus je kan er in principe van uitgaan dat als je in de supermarkt om die buitenring zeg maar blijft, dat zijn de voedingsmiddelen met minder toegevoegde dingen als zout en suiker en zoetstof. Ja, je bedoelt met uitzondering de met uitzondering van dus de Optimal waar duidelijk zoetstof aan toegevoegd wordt. Ja. Maar in principe, je gaat vaak van de groente- en de fruitafdeling, ga je door naar de naar het broodbeleg, dan krijg je een keer brood, de zuivel. En als je in die buitenste ring blijft, dan zit je relatief gezien veilig. Oké. Okay. Ja. En die is eigenlijk de kennisnaam. Wat Tamara al zei net, is de schijf 5 is natuurlijk per leeftijdscategorie en zelfs bij kinderen en volwassenen voor vrouwen en mannen bedacht. Wij merken als we de schijf van 5 voor de gemiddelde vrouw van bijvoorbeeld 50 jaar uitleggen, dan moeten ze vaak meer eten dan dat ze doen.
En dat meer eten is niet omdat je dan zou aankomen. Dat meer eten is echt bedoeld om je lijf beter te voeden. Het mindere komt vaak voort uit het minder extraatjes verhaal. Kijk eens naar de hoeveelheid broodbeleg. Kijk eens naar wat je allemaal extra eet op een dag. Wat zeg maar niet op de schijf staat. Waar je in sommige gevallen ook zou moeten minderen. Hè, bijvoorbeeld als je wil afvallen of vast als je last van je darmen hebt. Dan ga je echt kijken naar het maatwerk. Ja. Kan ik hem doorklikken? Nou, deze hebben we eigenlijk al gezegd. Mm-hmm. In de nieuwe schijf zijn extra nog noten en peulvruchten aan toegevoegd. Die stonden er ooit nooit in. Peulvruchten worden echt wel als een eiwitbron gezien. Maar in sommige gevallen zien we hem ook als een zetmeelbron. Omdat die en eiwitten levert en koolhydraten. Dus voor mensen met diabetes geef ik aan, eet peulvruchten in plaats van aardappel, rijst en pasta. Maar tegen mensen die zeg maar willen, geen diabetes hebben, mensen die bijvoorbeeld meer eiwitten nodig hebben, dan zeg ik, joh, eet vaker peulvruchten, doe ze bijvoorbeeld in een salade. Eet ze bij de warme maaltijd, maak een goede chili con carne. En dan kun je ze meerdere dagen van eten. Noten geef ik vaak aan. Net zag ik al de vraag, als je gevoelig bent voor noten, ligt er een beetje aan of je een notenallergie hebt of een pindaallergie. Kijk, kan je niet tegen pinda's, dan kan je noten eten. Als je noten niet kan eten, dan kan je wel pindakaas gebruiken bijvoorbeeld. Wat ik ook heel vaak aangeef met noten is, pak gewoon ouderwets zo'n baal met van die doppinda's. Vroeger had je zo'n grote kant voor je neus en dan ging je maar dop de hele avond. Is tijdverdrijf en je eet er niet te veel van. Vaak als je een handje nootjes eet, dan denk je, nou, ik lust nog wel een handje. Wat niet in bij alle mensen goed valt. Hè? Kijk, naar darmklachten, die worden erger. Je gewicht kan toenemen. Maar heb je eiwitten extra nodig, dan zou je kunnen zeggen, ik pak elke dag gewoon lekker een handje noten. Of ik gooi ze weer in mijn salade. Of ik doe walnoten in mijn yoghurt. En wat voor noten moet je dan kiezen? Want je hebt gezouten, ongezouten. En je hebt gebrande noten, ongebrande noten. Ja, in principe het liefst ongezouten. Maar dan kom ik weer terug op het lekker verhaal. Ik eet zelf gezouten noten. Omdat ik heb geen hoge cholesterol, ik heb geen hoge bloeddruk. Dus ik kan gezouten noten eten. Iemand die dat niet heeft, die zou de ongezouten varianten kunnen gebruiken. Maar het soort maakt niet uit. En ook gebrand, ongebrand is niet van toepassing. Alleen het zoutgehalte is belangrijk. Thee is wel nog een dingetje aan. In vruchtenthee zit wel degelijk suiker. Dus als je voor een vruchtenthee gaat met een smaakje en je wilt toch minder suiker gebruiken of je wilt wat aan je gewicht doen, dan zou je in principe even op het etiket moeten kijken en dan staan de koolhydraten genoemd. Dus eigenlijk is gewoon normale thee, groene thee, zwarte thee of kruidenthee suikervrij. Ja, naar de diëtist ga je vaak voor een persoonlijk advies. En dat wordt wel afgestemd op jouw behoeften. En wat is jouw energiebalans? Welke specifieke vragen en uitdagingen heb je? Dus we stemmen dat inderdaad af op smaak en voorkeur en situatie. Dat is echt maatwerk. Heb je een specifieke vraag, dan kan je natuurlijk daarvoor altijd langskomen. Moet ik hem nu doorklikken of is nee, het... Dat is de laatste. Ja. Dus het is wel een kant-en-klaar plaatje dat de schijf van 5 gewoon wel een beetje als leidraad per levenscategorie aangeeft hoeveel iemand nodig heeft. Maar de schijf van 5 is ook weer niet gemaakt voor iedereen. Hè? Ik zeg altijd, hij is gemaakt voor Jan Modaal. En Jan Modaal is eigenlijk aan het uitsterven. Iedereen heeft namelijk wel een andere lengte, een ander gewicht, een andere bouw. Maar zeker ook een andere medische achtergrond. Waarbij wij altijd als diëtist zijn kijken naar de persoon voor ons, diens voorkeuren en diens doelen. En op die manier gaan we kijken wat haalbaar wordt. En we worden ook als diëtist opgeleid om te kijken naar de financiële gevolgen die men heeft. Als je dus je eetpatroon wil gaan veranderen. Het wordt zeker niet duurder, wel makkelijker. En als ik denk aan makkelijker, dat ben ik dan, dat is mijn praktische insteek als ergotherapeut.
Ik denk wel vaker mee met mensen als in de zin van stoom, mandjes in de pan, want dan wordt de pan minder zwaar. Steamers gebruiken, dan hoef je je groenten minder klein te snijden. Je kan de knop aanzetten, je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Kun je tussendoor even lezen of iets ontspannends doen. Mm-hmm. Hoe is dat met een airfryer? Ik heb daar zelf geen ervaring mee. Is dat iets waarvan jullie zeggen van nou, dus qua voedingswaarde een goed idee? Of? Ja, in principe komt er minder vet bij kijken. Alleen zijn de producten die gemaakt worden voor de airfryer wel weer gekookt met een laagje vet. Okay. En ik vind zelf, wij hebben alleen een airfryer en geen frituurpan. Ik vind het minder lekker. Okay. Maar mijn kinderen merken dat verschil niet, want die kennen het verschil niet. Zeg maar. Dus, ja. Maar wat je zegt is, die producten zijn nog steeds behandeld met een laagje vet. Ja, En zout. Dus ja. Maar kipfilet bereiden in de airfryer, dat vind ik dan weer wel lekker. Ja. Dus je kan het wel zien als een klein oventje. Ja. Op die manier. En zijn er nog andere tips of dingen, praktische dingen, waar jullie nog wel eens in meedenken bij mensen? Wat betreft gesneden groenten. Hoe maak je je avondmaaltijd, bijvoorbeeld, dat toch meestal een beetje de grootste maaltijd is. Hoe maak je dat nou makkelijk en gevarieerd? Ja, ik ben helemaal van mijn gemak. Dus ik heb gewoon het liefst gewoon één pan, één wok. Denk aan een zakje kieltjes met aardappeltjes. Die is vaak 450 gram. Daar kan je dus 3 potjes uithalen. Pak een paar zakken met gesneden groenten. Je kan ze ook uit de diepvries halen bijvoorbeeld, waardoor het weer goedkoper wordt. En je kan er iets van kip of vis doorheen bokken. Je kan er natuurlijk ook vegetarische dingen doorheen bokken. Gezond en lekker eten hoeft niet een hele lange bereidingstijd te hebben. Je kan ook bijvoorbeeld in het weekend, als je wel meer tijd hebt, of als iemand is die meer tijd heeft, zeg van joh, maak gewoon 2 of 3 gerechten alvast voor me klaar die ik in de vriezer doe. Ik heb ook mensen met long covid die bijvoorbeeld aan de maaltijdverstrekkers zitten. Die zijn natuurlijk wel in verhouding wat duurder. Denk aan HelloFresh bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel verantwoorde maaltijden die snel klaar zijn. Met lekker veel variatie. Ik zie hier nog groente garen in de magnetron. In een glazen schaal. Snel, makkelijk afgepaste portie behoud van voedingsstoffen. Ja, perfect. Dat kan je ook heel veel met diepvriesgroenten doen. Maar je kan het ook inderdaad met andere groentes doen. En je kan het ook in de oven doen. Dat je zo'n ovenschaal klaarmaakt. Een beetje olie erop dat het niet aanbrandt. Lekkere verse kruiden eroverheen. En het gaat dan een kwartiertje in de oven. Snel en makkelijk en nog heel erg gezond. Het voordeel daarvan is van een ovenschaal of een plaat in de oven, is dat je kan het overdag al snijden. Je kan het wegzetten in de koelkast, ook in pan. Of wat Maria aangeeft, het kan ook nog in de tussentijd in de koelkast. Ja. En dan kun je het 's avonds klaarmaken. Ja. Want dat is toch vaak het moment van de dag waar in ieder geval onze cliënten aangeven de meeste moeite met hun activiteiten te hebben. Ja. Ja. Je moet het al voorbereiden, maar je kan ook denken aan porties. Dat je in één keer, dat je dus gewoon 3 ovenschotels of schalen in je vriezer zet. En als je dat wil gebruiken, dan zet je ze in de oven. Ja. Want, en dat doet niet veel met de voedingswaarde dan op het moment dat je het invriest. Nee. Ik heb ook ooit begrepen dat als je iets kookt, snel laten afkoelen. En dan invriezen. Ja, en zeker rijst moet heel goed verhit worden als je het dan gaat eten. Stel dat je rijst invriest. Oké. Anders wordt het wat papperig. Maria voegt nog toe, olie hoeft niet als ik het in de oven doe. Maar dat voeg ik weer toe vanwege de voedingswaarde. Dus smaaktechnisch hoeft het niet, maar ik vind het wel lekker. Maar puur voor de voedingswaarde en voor de vitamines die erin zitten, zou ik wel olie over de groentes of over de aardappels heen doen. Datzelfde geldt ook voor als je bijvoorbeeld aardappels in de airfryer zou klaarmaken. Dan gaat er ook een beetje olie overheen. En wat voor olie gebruik je dan? Ik heb gewoon olijfolie. En dan de milde olijfolie. De milde olijfolie, anders dan krijg ik er weer hele enge stoffen van. Ja, klopt. Ja, ik doe ook heel veel met de wokkenolie. Dan doe ik vaak rijst of pasta in klaarmaken. Dan heb je dan nog een extra geurdimensie of extra smaak. Dus dat geeft allemaal gewoon weer variaties. Ja. En nu weet ik dat er een app is geweest in het verleden. Ik weet niet of dat hier nog bestaat, maar misschien kan iemand het aanvullen. Voor degene die het weet, bijvoorbeeld bij Albert Heijn, daar kon je kiezen voor, ik wil in minder dan 15 minuten klaar zijn, een hoofdgerecht. Ja. En
Ja, wij zeggen mensen vaak om te kijken bij het voedingscentrum, bij de recepten. Daar kan je namelijk ook voor je medische relevante dieet, zeg maar, aanklikken. Ik wil graag minder zout of ik wil mensen voor diabetes. Ik wil een kwartiertje bereidingstijd doen of langer. Het ingestelde persoonlijke kan je invullen. Dus wij doen heel veel met het voedingscentrum. Is dat een app of is dat via... Nee, het is gewoon via de website. Wij gebruiken ook de app van het voedingscentrum, dat heet Mijn Eetmeter. Die gebruiken wij vaak om voor mensen voor het zelfmanagement om eens te kijken. Vul eens een dag in wat je eet en drinkt. En dan echt zoveel mogelijk details ook, hè. Welke boter, hoeveel beleg heb je zuur, welke olie heb je gebruikt. Dat eitje erbij zetten. Je kan namelijk in die app of op de computer, kan je namelijk het advies krijgen over dat menu wat je die dag gegeten hebt. En je kan dan alle voedingsstoffen aanklikken dat hij over alles een mening heeft. Dan geeft hij aan te weinig of te veel. En dan geeft het systeem ook aan waar het dan eventueel uit kan halen. Je biedt een alternatief. Ja. Oké. Okay. Dus Mijn Eetmeter van het voedingscentrum is een hele goede app voor het zelfmanagement. Ik zie dat Maria nog een aanvulling heeft. Ik doe zonnebloemolie over gare, warme groenten. Heerlijk. Ja, nee, klopt. Ja, weet je, lekker eten, daar moet je oud mee worden. Dus dat betreft moet je gewoon zoveel mogelijk variatie doen. Ja. Tenzij je natuurlijk wat aan de zware kant bent. Ja, dan zou ik die olie iets vaker weglaten of minimaliseren. Ja. Nu zie ik vaker voorbij komen de wraps gevuld met groenten, voorgekookte groenten. Fantastisch. Oké. Okay. Ja, top. Ja, maar er zit geen jodium in. Nee, maar die kan je bijvoorbeeld als je de variatie doen. Zelf. Je bedoelt je wraps met wortel? Ja, bijvoorbeeld die, ja. Ja, dat is vooral een marketing dingetje. Oké. Okay. Ja, maar je kan ook bijvoorbeeld een wrap als warme maaltijd doen. Ja. Doe ik ook heel vaak. Dan plek ik een beetje crème fraîche light. Er zit iets minder vet in. En dan kiep ik gewoon alle dingen uit de groentelader overheen. En avocado en een bosuitje en een beetje zwarte peper. Eitje komt dan weer in mijn wrapje naar voren. Mm-hmm. Heb je een prima maaltijd met weinig voorbereidingstijd en heel voedzaam. En is er nog een specifiek advies voor mensen met chronische pijn? Dus wil jullie even teruggrijpen op wat er in het begin werd gezegd. Chronische pijn, stress, overgang. Ik hoorde je ook nog een keer zeggen, het verhogen van de eiwitten. Ja. Nu weet ik in onze voorbereiding dat je een keer hebt gezegd van, nou, laat mensen dan een boterhammetje beleggen met pindakaas, die bij je onder behandeling zijn, ja, om te komen tot de eiwitten en de noten. Zijn er nog van dat soort tips, handigheidjes die je mensen mee kunt geven, die revalideren of die proberen hun belastbaarheid op te bouwen? Ja, de eiwittennamen moet je vooral ook gewoon goed over de dag verdelen. Hè? Dus je kan beter zeggen, ik pak in plaats van dat je 3 keer 150 milliliter eet, pak je misschien 4 keer 100 milliliter. Pak bijvoorbeeld een keer gewoon een bakje yoghurt of kwark. Doe de noten in en met je honing als je een goed gewicht hebt. De volgende keer pak je, als je onderweg gaat, pak je een breker. Die heb je ook met extra eiwitten. Je kan kaas als een eiwitbron gebruiken en vlees en vleeswaren. Je kan ook vis als eiwit gebruiken. Wat ik vaak ook adviseer is, eet bijvoorbeeld een keer een broodje met tonijn uit blik. Mits je dus wel het zout zou mogen. Doe er een beetje mayonaise bij. Want mayonaise is weer zo'n heel voedzaam product waarvan mensen denken, dat is hartstikke ongezond, maar het is op basis van plantaardige oliën. En dus ik geef vaak aan, kiep er gewoon een goede klodder mayonaise in. Een beetje sla eronder, kappetjes erop. Het is allemaal niet hoge wiskunde, maar wel gewoon lekker eten. En gewoon dan wat je ook kan eten per portie. Volkoren wraps of de groente wraps? Ja, officieel de volkoren, maar ik vraag me af of daar dan zoveel meer vezels in zitten, nee, als in de witte. Dus nee, ik denk dat je gewoon de lekkerste moet eten. Volkoren wraps bestaan vaak niet eens uit 100% volkoren. Dat is, nee, dan weer 55% of, ja, zo. Dus wraps, dat is niet iets wat ik zou aanraden om elke dag te eten. Maar inderdaad een keer bij als avondmaaltijd. Dus dan pak je gewoon de lekkerste. En als je nou je wrap zelf maakt, dus een super dun pannenkoekje, ja, dan zit je wel aan de vezels. En, dan weet je precies wat je, ja, erin stopt. Ja. Ja. Maar toch denk ik dat de vezels die je op die wrap doet, ja, vele malen sneller toegevoegd worden dan dat je die vezels in die wrap verwerkt. Ja, dus kortom, de eiwitten zijn belangrijk voor de mensen die, ja, bij ons komen. Of die, ja. Ja, in de revalidatie. Ja. Vezels zijn belangrijk
Wij zijn heel veel bezig met mensen met stress, het verlagen van stress. Maar op deze manier, door middel van voeding, zorg je ervoor ook dat je darmen ook weer tot rust komen. Wat je ook weer energie geeft en wat maakt dat de stress misschien ook makkelijker te hanteren wordt. Ja. Ben ik hierin nog iets vergeten? Nou, ik zie nog één app binnenkomen. Als je chronische pijnklachten hebt met stress en spanning, is het pakken naar iets zoets best vaak aanwezig. Wat ik zelf wel adviseer, als je die zoetigheid, die behoefte krijgt, pak dan dus bijvoorbeeld een snee brood met chocoladepasta. He, dan heb je je lijf gevoed en gevuld en toch nog die zoetbehoefte een klein beetje gestild. Kijk gewoon vooral naar de momenten waarop je zeg maar die behoefte krijgt en probeer een half uur eerder alvast iets te gaan eten. Ben je slecht in groente eten, adviseer ik vaak snij paprika in 6 stukken. Pak hummus bijvoorbeeld, of heksenkaas, of zuivelspread. Gebruik hem als een dipje. Dan heb je en iets lekkers te pakken, en vezels, en voedingswaarde. En dus niet de suikers waar je lijf zo hard om schreeuwde. Ja, ik had laatst toevallig iemand die had dan een bakje in de koelkast staan. Een soort zondige bakje, op het tijdstip dat het niet meer lukte. En die ging daar met paprika, met wortel en komkommer doorheen. Ja. En het werd eigenlijk een soort van vast momentje van de dag ook. Ja, dat klopt. Ja, wij zagen dat het gewoon heel goed programmeerbaar. Alleen, het duurt lang. Ja, suiker afleren kan echt gewoon wel 3 maanden duren. En dan is het, dan moet je echt wel een lange adem hebben. Waarop je ook echt wel merkt dat het lukt. En wat doet dat in je brein dan? Want je hebt net uitgelegd wat het doet in je brein, hoe dat werkt met suiker. En wat doet het dan in je brein op het moment dat je wortel gaat eten, of paprika? Ja, dan krijg je gewoon die lekkere stoffen niet in je lijf. Die endorfine wordt niet aangemaakt. Precies, in plaats van suiker. Ja. Dus je krijgt endorfine door suiker. Daar zitten wij ook heel veel op natuurlijk. Adrenaline cortisol, endorfine verhouding. Ja. Dus de endorfine wordt ook alweer uit suiker gehaald. Ja. Ja. Het mooiste is dus echt om die lekkere trek voor te zijn. Door ervoor te zorgen dat je altijd goed gevuld of gevoed, zeg maar, bent. Ja, ja. En wat zou iemand altijd in zijn tas moeten hebben? Ja, ik heb altijd een appel bij me. Ja, dat is echt heel cliché. Maar ik heb altijd een appel bij me. Oké. Omdat ik het gewoon een prettig product vind. Maar je kan ook... kijk, ik ben niet zo fan van de ontbijtkoekvarianten. Maar je kan ook gewoon een ontbijtreep pakken bijvoorbeeld. Er is ook wel veel suiker in. Maar het is iets wat je niet zomaar op hebt. Mm-hmm. En het kan gewoon lang meegaan. Dus je hebt... Het verzadigt enorm. Ja. Kijk, vroeger zei men, doe maar een sneetje brood en een zakje mee in je tas. Maar ja, uiteindelijk wordt dat natuurlijk wel wat plat gedrukt en is de vorm weg. Dus als je lang onderweg bent, kan je ook inderdaad iets voedzaams meenemen. Maar ik ben ook wel gewoon iets van een sultana of een liga. Weet je, het moet ook wel een keer gewoon kunnen. Ja. 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 Ik zie nog één dingetje. Is het juist wel goed om na 3 hoofdmaaltijden nog 3 keer tussendoor te eten? Ja, dat is juist goed. Het is bewezen dat als je 4 keer per dag zou eten, dat het allerbeste is ook om je energieniveau goed te spreiden en ook je voedingswaarde goed te spreiden. Wij gaan uit van 6 keer per dag eten, omdat wij natuurlijk ook vaak te maken hebben met mensen die inderdaad die suikerverslaving hebben, maar die ook gewoon bijvoorbeeld hun energiepaal moeten verdelen met glucosestofwisseling of niet veel kunnen eten omdat ze bepaalde aandoeningen hebben. Ik moet ook lachen. Dat Linda geeft aan een goede tastip. Daar zat al op te wachten, allergisch voor appels. Ja. Ik heb zelf een tijd gehad dat ik altijd een winterpeen in de tas had zitten. Super slecht. Ja. Ja. Maar ik zat altijd vol daarna. En het was voor mij echt een beetje de noodgreep. Was overigens ook ooit de tip van een cliënt. Ja. Dus, klopt, cherry tomaatjes. Ja, die kun je ook goed meenemen in een bakje. Ja, om banaan. Ik heb eigenlijk altijd, als ik van mijn werk naar huis rijd, heb ik gewoon zo'n Tupperware bakje met die kleine tomaatjes bij me. Vaak zit je in de auto te eten zonder dat je het idee hebt dat je moet eten. Maar het is gewoon meer dat je moe bent en je wordt hongerig en flauw. Soms zit je in de file. Dus ik heb altijd gewoon een bakje tomaatjes bij me. En het gaat natuurlijk wel om de handbeweging en niet zozeer om wat het lijf binnenkrijgt op dat moment. Mm. Jacqueline heeft nog een vraag. Wat is de mening over de liga's en de evergreens soorten? Ja, ik vind het niet bij voorkeur een tussendoortje, maar wel gewoon voor de middenweg. Het levert veel suiker en de voedingswaarde is niet zoals het pak uitstraalt. Hè? Dus niet voedingswaarde qua vitamine, mineralen, ook geen vezels. Maar als een tussendoortje is gewoon een prima product.
Ik heb ook, ik weet ook dat muesli aan zich niet heel moeilijk te maken is. Nee. Als je het met elkaar mengt, havermout, noten, zonnebloembitten, ja. Met wat honing. Ja. Dat ik toch begrijp waar je ook een beetje mee op moet letten. Maar in de oven en dan volgens mij een half uurtje bakken op 160 graden. Ja, niet te heet. Nee, klopt. En dat kun je af laten koelen. En dan heb je je eigen muesli zonder toegevoegde slechte suikers. Dan het is meer granola dan, hè? Ja, ja, precies. Ja. Dus dat zijn ook grotere porties die je kunt maken. En wat je dan nog mee kunt nemen met wat yoghurt of Griekse yoghurt of iets dergelijks. Ja, skeers. Sowieso is er heel veel verschil in wat er toegevoegd wordt aan alle muesli, granola's, kruslies. Dus als je daar echt zeg maar de juiste keuze in wil maken in de supermarkt zelf dan. Zelf maken, dat is natuurlijk de beste optie. Alleen ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat wil. Er zijn merken die echt wel minder toegevoegde suikers hebben dan andere merken. Ja, en dan moet je letten op de tabel van koolhydraten en suikers. Ja. Ja. Jacqueline, is jouw vraag voldoende beantwoord? Zeker. Fijn. Ja, ik hoop dus wel altijd de Liga Evergreen heeft dan 30% minder suiker. Dus met chocola is die. Oké. Ja. Zijn we zo ver? Ja, ik kan er wel uren blijven praten. Ja. Maar ik denk dat als men gerichtere vragen heeft of persoonlijke vragen, dan jullie krijgen de presentatie op het eerste sheet staat ons telefoonnummer. Ik zou zeggen, bel. Kan gewoon vrijblijvend. Kan ook voor een diepgaander advies zijn. Dat kunnen we gewoon bespreken ter plekke. Ja. Oké. Zijn er van iemand nog vragen? Nog dingen die je te binnen schieten? Of ten aanzien van het praktische? Van hoe maak ik het makkelijker? Ten aanzien van voedingswaarde? Of heeft iemand zelf nog tips waar wij nog iets van kunnen leren? Dan wachten we heel even of dat er nog iets op je chat gebeurt. Nou, in de tussentijd wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor al het voorwerk wat we samen hebben gedaan. Ik vond het al heel leerzaam, dus ik ga dit soort dingen ook alvast meenemen in mijn behandelingen. Jullie zijn inmiddels ook wel eens wat betrokken geweest. Dus hartelijk dank voor jullie. Nee, hartstikke leuk. Voordat jullie hier aan bezig wilden zijn. Ja. Ik zie dat... iemand heeft geen vragen meer. Fijne uitleg, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. En er komt nog een vraag. Hoe kan ik gasvorming bij pulvruchten en uien tegengaan? Eigenlijk niet. Dat zijn van nature gasvormende producten die bij veel mensen klachten geven. Dus dan zul je dus als je ze wil gebruiken een kleinere portie kunnen gebruiken om te kijken of dat nog klachten geeft. Mm-hmm. Maar al zich zijn producten van zichzelf al gasvormend en ook wel kramperig. Ja. En is het niet zo als je want ik weet en ik hoor als mensen overstappen qua voeding dat de eerste 2-3 weken dat het lijf toch echt moet gaan wennen aan die nieuwe voeding. Dus dat vaak het stoelgang verstoord is enzovoort. Ja. Zou je dat eigenlijk ook kunnen zeggen bij pulvruchten en uien? Van als je dat regelmatig gaat eten, dat het lijf daar ook wellicht aan gaat wennen? Of blijft dat bij deze producten echt altijd een uitdaging? Ja, dat ligt eraan waar de gasvorming vandaan komt. Hè. Spreek je over een prikkelbaar darmsyndroom, dan kan je het 5 jaar eten, maar dan zal het altijd klachten geven. Is het omdat de darmbacteriën nog moeten groeien om het aan te kunnen, zeg maar? Ja, dan is het inderdaad een kwestie van doorzetten. Ja. Of niet combineren en rustig gaan toevoegen. Ja, maar met bijvoorbeeld, er staat geen product tegenover wat die darmen op dat moment wat rustiger zou kunnen maken. En je zou bijvoorbeeld kikkererwten of jonge erwten kunnen gebruiken, of jonge linzen in plaats van bruine bonen. Maar dat is eigenlijk het enige wat je nog zou kunnen doen dan. Hè? Dat je bijvoorbeeld de groene bonen eet in plaats van de bruine bonen of de echte heftige tuinbonen bijvoorbeeld. Maar dat zal een minimaal verschil zijn. Ja. Ja. Kan je dan nog pepermuntolie? Kan altijd. Ik weet niet of iedereen het goed gehoord heeft. Het zijn allerlei adviezen weer als je gasvorming optreedt. Niet alleen maar het gezonde en het regelmatige eten, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van pepermuntoliecapsules.
Die geven verlichting in de darm, die maken de darmen rustiger. Een klein nadeel dat die capsules, als je een oprisping hebt, dat je ook echt wel een mental woordje hebt. Het ruikt in ieder geval niet. Het ruikt lekker vis. Ja, precies. Ja. Ik zie de laatste deelnemer die heeft gereageerd. Dankjewel. Ja. Dus ik denk dat we bij deze kunnen gaan afronden. Ja. Mochten er vragen komen, wij zijn via Medinello ook bereikbaar. Dus mocht er de vraag zijn over het praktische aspect van voeding, boodschappen doen, dat soort dingen. Of mocht je willen sparren naar aanleiding van deze webinar, dan zijn wij via Medinello ook te bereiken. En anders staan de gegevens op de eerste sheet van de PowerPoint-presentatie. En die wordt na vanavond naar jullie toegestuurd. Nou, Jacqueline, ook graag gedaan. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En misschien tot ziens. Wellicht tot ziens. Ja. Dag.